Dit is N24actueel.nl. Na het grote succes van de Stiefkindjes vorig jaar brengt de Bosse Comedie wederom een hilarisch blijspel. Deurlopend krediet is de titel. En we zijn nu aanwezig bij Perron 3 in Rosmalen, waar ze al druk bezig zijn aan de opbouw van het decor. Het stuk gaat over het verhaal van Jet Brons Hauwet. Hij zit getrouwd met Leen Brons, die zit op een baggerschuit voor zijn laatste reis in Dubai. En ze hebben allebei het plan van, als we dadelijk met pensioen gaan, Leen, dan gaat het echte leven beginnen. We gaan ons grote huis verkopen en we gaan lekker op een leuk appartementje aan de Brede Haven in de binnenstad wonen. Dus we hebben nog 3 maanden te gaan, maar ja, Jet heeft ook nog andere plannen die we ook nog een keer graag oma worden. Ja, en wat gebeurt er tot overmaat van ramp eigenlijk, of eigenlijk niet voor haar, is dat op een bepaald moment alle kinderen toch weer naar huis komen, omdat ze min of meer slachtoffer zijn van de kredietcrisis. Mijn functie is de techniek van de voorstelling. Zowel, ik ben verantwoordelijk en voor het licht en voor het geluid. In die 25-tal repetities die ik meegemaakt heb, heb ik een plannetje bedacht in samenspraak natuurlijk met Ruud, onze regisseur. Hoe en wat we gaan doen, welke kleuren, waar wel, waar geen licht. En daar maak ik dan voor mezelf een plannetje voor. Wat ik uit kan voeren in het theater, waar de technicus van het theater iets aan heeft. Op dit moment is Tom bezig, hebben we net al doorgesproken. En Tom is op dit moment bezig om de spots te kleuren die we gaan gebruiken. En bepaalde nummers te geven, zodat we er dadelijk in de computer kunnen gaan zetten. Het is een heel actueel stuk, de crisis, de bossencrisis. Heb je daar bewust voor gekozen? Want dit stuk heb jij wederom zelf geschreven. Bewust gekozen. Meestal komt zoiets tot stand. Ik schrijf zo'n 6 of 8 verhaallijntjes. Die bespreek ik met een aantal mensen om me heen. Kijken wat het leukste is, wat het meest actueel is, waar we iets in zien. En dan gaan we verder over nadenken en filosoferen. Ja, en uiteindelijk is dit uit de bus gekomen. Toeval en ook weer niet eigenlijk. Het was actueel wel thema, iedereen sprak het aan. Daar zijn we verder gegaan. Ik zou er een lijmtang hebben. Wat denk je waar die populariteit vandaan komt voor de Bosse Comedie en het blijspel? Als ik het echt zou weten. Maar ik vermoed dat het te maken heeft met toch de betrokkenheid van de Bosnaar met zijn stad. Sowieso. Dat hij toch uit is op een bosfeestje. Een stuk herkenbaarheid ook, want onze stukken zijn zo herkenbaar mogelijk geschreven dat mensen eigenlijk uitvergroot zien wat ze thuis ook zouden kunnen meemaken eventueel. En de humor natuurlijk, ja, dat is wel eigenlijk wat de allerbelangrijkste factor van alles, dat er gelachen gaat worden. Want daar zijn we op uit natuurlijk. Hey! Meer nieuws. Meer video's. 24 uur per dag. N24actueel.nl